Ik leg jullie het vorkmodel uit. Het vorkmodel is ontstaan in de hulpverlening en coaching. Op een bepaald moment heeft een individu een bepaalde vraag in zijn leven. En dat kan een klacht zijn dat je wil verminderen, ofwel een doel dat je wil bereiken. Dat is je project waar je mee bezig bent als individu. Daar kun je ook bij helpen. Nu, naast dit project is er ook een bepaalde aansturing dat je doet, je zelfsturing. Hoe ben je bezig met je project? Je kunt daar vlot mee bezig zijn, maar je kunt daar ook uitdagingen in hebben. Dus daar kun je ook naar kijken. Daarnaast kun je ook kijken, past dit project bij wie dat je bent? En dat noemen we identiteit. Je kunt namelijk doelen bereiken of klachten enzovoort, maar sluit dit wel aan bij wie dat je bent. Daarnaast hebben we ook het grotere geheel dat we graag toevoegen. En het grotere geheel, dat kan je team zijn of je gezin of gewoon de maatschappij waarin dat je woont. Dat zijn alle andere mensen waarmee je betrokken bent. Dus als je aan ontwikkeling doet, zijn er eigenlijk vier aspecten. Je hebt je project waar dat je voortgang in wil boeken. Je hebt je zelfsturing, hoe ben je daarmee bezig? En je hebt je identiteit en dan het grotere geheel dat zin geeft aan je ontwikkeling. Ontwikkeling krijgt zin en is duurzaam als het gekoppeld is aan identiteit en aan het grotere geheel. Deze vier dingen, die gaan over de vork. Geen drie sporen, maar vier sporen. Vier sporen die wij tot een modelletje gemaakt hebben en dat noemen we de vork. Je kunt voortgang boeken in je project, in je zelfsturing, in je identiteit of in het grotere geheel. De ontwikkeling wordt veel vlotter in je leven als je deze vier sporen onderscheidt en als een soort mogelijkheid ziet om te switchen. Je kunt dus kijken met je manier van werken, ga je gewoon rechtdoor naar een bepaald doel toe, heel concreet in een bepaalde context, proficiat. Misschien moet je van spoor veranderen en ga je kijken hoe je daarmee bezig bent. Of je moet kijken, past dit wel bij wie dat je bent en past dit bij het grotere geheel. Het project gaat over wat. Zelfsturing gaat over hoe ben je daarmee bezig. Identiteit gaat hem over wie is daarmee bezig, jij dus. En groter geheel gaat over waarom doen wij de dingen. En deze vier vragen, deze vier sporen, geven jou de mogelijkheid om veel zinvoller en duurzaam je te ontwikkelen. Alsjeblieft, dit is het vorkmodel. In het boek De Vork wordt het vorkmodel, ontwikkeld door Rudy van Damme, uitgebreid uit de doeken gedaan. De vorkmethodiek is het resultaat van 10 jaar theoretisch en praktisch onderzoek rondom het thema welgevormde ontwikkeling. Het vorkmodel is onder andere toepasbaar in onderwijs, hulpverlening, zorg, management en stedenbouw.